Welkom bij weer een rondje Parklaan. Dit is alweer de 9e aflevering en het is december. Het eind van het jaar komt in zicht, dus hoogste tijd om eens te gaan kijken hoe het ervoor staat met de werkzaamheden. Jorrit, de omgevingsmanager van het project Parklaan, praat ons bij. En met Godfried ga ik het hebben over wat doe je nou als er onverwacht verstoringen, vervuilingen in de bodem liggen. En vervolgens, als het weer het een beetje toelaat, gaan we kijken aan de Generaal Hekkertlaan. Waarom worden daar zoveel nieuwe bomen geplant? Ik sta hier met Jorrit. Jorrit, jij bent omgevingsmanager. En kun je ons eens wat vertellen over de planning? Hoe staat de Parklaan ervoor? Ja, nou, het gaat over het algemeen gaat het heel goed. Er zijn nog wel een paar punten die nog wel een stuk lastig zijn. Van Gelder is heel hard aan het werk om te zorgen dat de deadlines er vooralsnog gehaald worden. Op dit moment maakt bepaalde ingewikkeldheden die nu komen in zo'n fase, zoals we nu zien het weer, of de vondst zoals een asbest cementbuis, dat het toch wel een stuk moeilijk wordt. Maar ja, Van Gelder is alles op alles aan het zetten om de eerste deadlines te halen en dan hopen we in januari daar meer over te weten. Misschien kun je eens met ons vooruitblikken naar de kerstvakantie. Wat is er dan hopelijk af voor de kerstvakantie? We hopen voor de kerstvakantie de werkzaamheden op de Zandlaan af te hebben. En als dat lukt, dan maakt het ook een stuk makkelijker om in de toekomst de andere verschillende deadlines te halen. Maar dat is inderdaad nu waar we onze focus op hebben liggen. En de regen, hebben jullie daar veel last van? Of is het juist nachtvorst? Kun je daar iets over zeggen wat jullie af en toe het werk een beetje moeilijk maakt? Ja, nou, bijvoorbeeld de regen zorgt ervoor dat bepaalde plekken, zoals ook hier te zien is, dat de grond nogal verzadigd kan zijn. En dat maakt eigenlijk dat de grond alles niet meer kan dragen. De nachtvorst, dan kan je niet meer in de grond werken. Dus als je de riolering aan moet leggen, ja, dan kom je niet meer in de grond. Dus dat maakt wel dat het weer zo'n lastig element is om rekening mee te kunnen houden. En dat het zo moeilijk is om alles op tijd te krijgen. Ik sta hier met Godfried. Godfried, jij bent contractvoorbereider bij de gemeente. En Jorrit, die vertelde over de asbestcementbuis. Wat komt er nou allemaal bij kijken als je zo'n ding aantreft in de grond? Nou, als er bij graafwerkzaamheden iets afwijkends aantreffen, dan worden eerst de werkzaamheden stilgelegd en locatie afgezet. Dan neemt de aannemer contact op met ons en wij schakelen adviesbureau in om onderzoek uit te voeren. En als dan blijkt dat er daadwerkelijk niets aan de hand is, dan zal er een plan gemaakt moeten worden. En als daar goedkeuring opgegeven is, dan kan de leiding worden opgeruimd in dit geval. En waarom zou je hem überhaupt op gaan ruimen? Want ja, dat ding ligt daar diep in de grond. Hij kan toch blijven liggen? Ja, dat hoor je wel regelmatig. Hè? Maar je wil ook niet dat het nageslacht met onze problemen opgezadeld wordt. Uit jouw verhaal beluister ik ook een beetje dat het niet in 1-2 dagen gebeurd is. Hoe lang duurt het nou voordat je uiteindelijk die buis opgeruimd hebt? Als wij die melding binnenkrijgen, moet er adviesbureau dus ingeschakeld worden. Binnen 2-3 dagen heb je een onderzoeksteam te plaatsen. Die gaan de boel inspecteren, nemen bodemmonsters. En als dan blijkt dat er iets aan de hand is, moeten er plannen gemaakt worden. Voor je het weet ben je weer 1,5 maand verder voordat je daadwerkelijk de grond in kan. Dus het had niet sneller gekund? Nee, het had niet sneller gekund in dit geval. Oké, dankjewel voor je uitleg. Ik sta hier met René Baris, natuurexpert van de gemeente Ede. Kun jij eens vertellen wat gebeurt er op dit moment, zo in december, op de Generaal Hekkertlaan? Nou, er worden daar nu heel veel bomen aangeplant. En dat wordt gedaan omdat vanwege de bouwwerkzaamheden ook bomen zijn gekapt. En we planten daar nu heel veel bomen voor terug. En daarbij gaat het niet alleen maar om groencompensatie, maar we willen juist ook iets extra's doen. Dus we willen ook die natuur en de biodiversiteit rond de Generaal Hekkertlaan versterken. Ik hoorde je iets zeggen over biodiversiteit. Wat gebeuren er allemaal voor dingen die goed zijn voor de planten en de dieren? De bermen worden ecologisch ingericht, waardoor insecten ook in de stad nog een geschikt leefgebied hebben en ook van A naar B kunnen komen. Voor eekhoorns is er over de weg heen een eekhoornbrug aangelegd. En onder de weg door hebben we juist tunnels gegraven waar dassen en andere kleine dieren gebruik van kunnen maken. En we hebben ook nog speciale hoge elementen aangelegd waar vleermuizen gebruik van kunnen maken om te navigeren over de weg heen. Dus als ik het goed begrijp, is het een paar jaar wachten en dan gebeuren er mooie dingen in Ede. Nou ja, dat zal verschillen per diersoort. Voor die eekhoorns is zo'n eekhoornbrug wel even wennen. Maar we kunnen ze lokken en verleiden met een beetje pindakaas. En dan gaan ze uiteindelijk die brug wel gebruiken. Dus die hopen we binnen een paar jaar wel te gaan zien.
En je ziet dat in zo'n berm, als daar eenmaal wat bloemen gaan bloeien, dat er veel insecten op afkomen. Dus we moeten even geduld hebben, maar dan is er echt iets moois gebeurd voor de dieren en de planten in dat gebied van Ede. Ja, zeker. Dankjewel voor je uitleg. Dat was hem weer, de 9e aflevering van Rondje Parklaan. Dankjewel voor het kijken. Zoals Jorrit al vertelde, komen we in januari bij je terug met meer informatie over de planning en wanneer we hopen dat de weg helemaal af is. Heb je tot die tijd nog vragen, dan kun je terecht op parklaan.ede.nl. En voor nu wens ik je alvast hele fijne feestdagen en tot volgend jaar.